Hey, welkom bij Root Bovemij. Bovemij helpt de mobiliteitsbranche succesvol ondernemen door consumenten te helpen aan betrouwbare mobiliteit. Niet alleen vanuit de hoofdlocatie in Nijmegen, maar ook vanuit Bunnik, Amsterdam, Assen, Grotebroek en Kaast in Duitsland. Samen zijn zij Bovemij. In deze miniserie ga ik langs elke locatie. Ga je mee? Vandaag zijn we in het gemoedelijke Bunnik waar het BOVAG-huis staat. We zullen hier kennis maken met Wouter Biegstraten. En het zonnetje schijnt, ik heb zin in koffie. Laten we even snel een stoeltje pakken. Daar staat hij al. Hey. Hey. Goed je te zien, Stefan. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het ermee? Lekker. Ja? Kijk aan. Kijk eens, stoeltje. Dank je. Doem. Zo, zitten we dan op deze mooie locatie, Wouter? Zeker. Tof om hier te zijn. We zijn hier bij het BOVAG-huis in Bunnik, bij viabovag.nl om precies te zijn. Ja, klopt. Klinkt als een website. Is ook een website. Ja. Dacht ik al. Ja, viabovag.nl is de website voor Rijdend Nederland. Wij bieden een mobiliteitsplatform voor iedereen die eigenlijk een vraag heeft met betrekking tot een voertuig. Caravan, auto, nou ja. We doen een keuzecoach. Als je even niet weet waar je terecht moet zijn, dan kun je vragen stellen. Als je je auto wil inruilen, kun je bij ons terecht. Als je een auto wil kopen, kun je bij ons terecht. En op die manier vormen wij de helpende hand van Rijdend Nederland. Wat is jullie doel met dit platform? Ons doel met dit platform is dat wij een mobiliteitsplatform zijn, wat ik net zei. En die eigenlijk de gebruiker, de consument ontzorgt in zijn zoektocht naar een nieuw voertuig. Ja, oké, okay, interessant. Zeker, ja. Het is heel tof en we doen ons best om het zo passend mogelijk te maken. Ja. Dus echt voor jou en niet dat je binnenkomt en denkt dit kan voor iedereen zijn, maar echt puur persoonlijk. Op maat. Op maat. Wat doe jij zoal op deze locatie, Wouter? Ik ben UX-designer, werk op de tweede verdieping. UX-designer, user experience. Hou me bezig met hoe de gebruiker de website ervaart, hoe die zo makkelijk mogelijk tot zijn doel kan komen. Hij komt bij ons op de website, heeft een vraag voor mobiliteit en dat moet hij eigenlijk heel makkelijk kunnen vinden en daarin bediend kunnen worden. En dat is mijn taak. Hoe draagt hetgeen wat jullie hier doen bij aan de missie van Bovemij? Nou ja, die missie die wordt langzaam veranderd natuurlijk. In het begin was het via BOVAG was echt puur voor het ontsluiten van mobiliteitsbedrijven naar het platform. Dus hun aanbod en vanuit die kant gedacht. Nu is de beweging anders en die focus is naar de consument gegaan. Dus wij kijken nu echt van oké, wat kunnen we voor jou betekenen als consument en trekken je dus ons platform in. Dus daar waar we eerst op mobiliteitsbedrijven gefocust waren, is nu de richting naar de consument. En op die manier trekken we eigenlijk allebei de partijen naar elkaar toe, vraag en aanbod. En helpen de consument zo in een mobiliteitsvraagstuk. Oké, nice. En met hoeveel mensen doen jullie dat? Een handje of 30, 40. Ja. Zijn er veel? Ja, zeker veel. Ja. Wat is er zo bijzonder aan deze locatie, Wouter? Twee dingen zijn bijzonder. Hier zit en via BOVAG.nl, wat ooit als concept hier begonnen is, als een idee, in het BOVAG-huis. De tweede is BOVAG zelf. Daar zie je een replica van de kroeg Noord-Brabant, waar het vroeger in 1930 is opgericht. Dus die hangt allemaal vol met memorabilia. Dus dat is heel tof. Ja. En het is een heel mooi lichtpand. Ja, ja. Eens. Heerlijk. Ziet er mooi uit. Plus een stukje nostalgie wat je zegt. Ja. Leuk. Hey, en wat maakt het voor jou zo tof om hier te werken? Wat voor mij mooi is om hier te werken, is dat mensen kijken naar de expertise die je hebt, naar je eigen specialisme. Je kunt vragen stellen aan elkaar. Als je iets niet weet, kom je naar elkaar. Er is altijd ruimte voor overleg. Twee weten meer dan één. En zo kom je samen tot grotere ideeën en goede concepten. En ja, daar profiteren we allemaal van. Ja. Klinkt mooi. Zeker. Mag ik jou bedanken voor je verhaal? Dat mag. En ik zou zeggen tot ziens. Tot ziens. Hoi. Hoi. Dat was het weer. Bunnik, ben jij benieuwd waar wij de volgende keer naartoe gaan? Houd onze pagina dan in de gaten. Hoi.